Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 8 oktober en ik moet zo meteen naar school toe. Het is nu 12 uur of zo volgens mij. Even kijken. Ja, het is nu 10 voor 12. En ik moet om 1:30 op school zijn, maar ik ga even iets eerder met Char. Want we moeten nog even naar de Hema. Ik moet nog een pakketje van de H&M terugbrengen bij de Primera. Dus we gaan ietsjes eerder. Zo'n 1:15 of zo. Dus over een uurtje ga ik naar Char toe. Ik heb alleen maar mijn wenkbrauw gedaan vandaag en niet mijn wimpers. Want we hebben vandaag burgerschap. En praktijk. En bij praktijk gaan we gezichtsbehandeling doen. En anders ga ik ook mascara opdoen. En het heeft helemaal geen nut. Dus ik heb alleen even mijn wenkbrauwen gedaan. Goed verhaal. En mijn gezicht glanst echt heel erg door de crème die ik heb opgedaan. Want mijn eigen normale gezichtscrème is op. Dus ik heb nu degene gebruikt die ik altijd in de zomer gebruik. Maar die plakt nu heel erg. Maar oké, goed verhaal. Ik ga zo meteen de Sharp halen. Ik ga nu even goede tijden afkijken. Want ik ben goede tijden aan het kijken. En ja, als het goed is komt er morgenavond iemand voor mijn iPhone 7 kijken om te kopen. Ik had hem op Marktplaats gezet gisteravond en daar reageerde al gelijk best wel een aantal mensen. Wat ik trouwens ook eventjes ga doen is even mijn nagels, even nagelvaarder op, want ze zijn zo slap als ik weet niet maar niet wat. Even kijken of die nagelvaarder hier staat. Huh? Oh god, moet je kijken. Deze nagellak van Essie. Ik weet niet of je het ziet, maar dat olie is los gaan zitten. Gadverdamme. Het ziet er echt heel vies uit. Ugh. Kijk, nu is die weer normaal, maar eeuw. Nee, dat bewijst dus maar weer hoe vaak ik die kleur gebruik. Oké, ik weet even niet waar die nagellak voor harder is. Oh hier, grapje. Ik gebruik gewoon deze van de Ethos altijd. En die doe ik dan even op mijn nagels, want ze zijn zo slap. En ja. Over precies een week zitten Jane en ik nu in Ibiza. En ik heb er zoveel zin in. Oh mijn god, ik kan echt niet wachten. Maar ik ga nu gewoon die tijd even verder kijken, mijn nagels even doen. En vanavond gaan we weer lekker dansen. Dus dan zie ik jullie dan weer. Ik ben weer thuis van school en mijn haar ziet er echt niet uit. Want ik heb natuurlijk van zoveel gezichtsbehandelingen gehad. Maar... dan moet je ook zo'n haarnetje in je haar en zo'n haarbandje en wat. Maar ik ben even aan het omkleden, even mijn schoenen aan het aandoen. Want het is nu 4:15. Kwart voor 7. Ja, zo. Goedemorgen. 7:15 is het. En Jane komt me zo meteen ophalen en dan gaan we weer dansen. Maar ik ben er nog niet helemaal over uit of ik wat ik aan heb aanhoud. Ik vind het shirtje niet zo. Ik ben echt bleek scheet op camera. Oh mijn godje. Ik mag even naar de zonnebank eigenlijk. Ik ga trouwens ook donderdagochtend naar de kapper. Even mijn haar knippen. Want het is zo dood als ik weet niet meer niet wat. En vet gezellig. We gaan woensdagavond met wat meiden uit de klas gaan we het eten. Echt. Daar heb ik zoveel zin in. Echt heel erg leuk. En die winactie is net online gekomen. En ik krijg echt wel vet leuke veel berichtjes. En... Boutique Malou zeg maar heeft een foto op Instagram gedeeld. Even laten zien deze. En daar moet je dus dan onder reageren. Nu kan het niet meer want de winactie is voorbij nu als deze video online komt. Maar echt allemaal mensen die meedoen. Vet leuk. Oh, ik ben benieuwd hoeveel mensen er uiteindelijk mee gaan doen. Er doen er nu, de foto staat er 2 uur op en doet nu 93 mensen mee. Dus dat is op zich best wel veel. Dus daar ben ik blij mee. Wat ik nu aan heb is deze sportlegging. Dit shirtje met deze achterkant van G's Louise en mijn sportschoenen. Maar ik vind dit shirtje niet zo leuk. Maar ik weet ook niet echt welk shirtje ik dan aan moet doen. Want vorige week had ik een trui aan, maar dat was echt bloedvergeten heet. Maar ik heb nu ook wel weer echt heel erg koud. Dus misschien dat ik wel gewoon mijn trui aan doe. Deze trui van de H&M, die maar 4 euro was, jongens. 4 euro voor een trui, dat is toch geen geld. Geen geld. Zal ik hem gewoon aandoen? Ja, ik doe gewoon deze trui aan. Oké, ben ik weer. Oh, ik vertel, oh mijn god, ik ben echt heel bleek. Het is echt niet oké. En mijn haar, dit plukje, jongens, dit kan toch niet? Oké, maar ik vertelde of vanmorgen of in mijn vorige week vlog, dat weet ik niet meer. Dat ik weer zilveren sieraadjes wilde gaan dragen. Dus ik heb deze oorbelletjes nu besteld. Dus die komen morgen goed binnen. Want ik wilde dus weer zilveren sieraden. Want ik heb ook altijd zilveren ringen, zilveren armbandjes en zo. En ik had gouden kettingjes en gouden oorbellen. Maar ik wil gewoon weer alles lekker zilver hebben. En niet half om half.
Ik heb nu deze besteld. Die. Met een soort kompas eraan of zoiets. Ik weet niet echt wat het is. In ieder geval, ik kom morgen binnen, dus zal ik het morgen aan jullie laten zien. En er komt morgen ook eindelijk dat telefoonhoesje binnen. En dat glasplaatje die ik had besteld. Dat is ook heel fijn. En morgen komen er ook twee truien binnen van de H&M. Die ik heb besteld. Maar ik heb er twee besteld omdat een rode en een legergroen. Ik wist niet echt welke kleur ik wilde. En ik ga denk ik zondag even naar de zonnebank. Als ik zo naar mezelf kijk. Ik heb ook hele rode ogen. Mijn ogen zijn trouwens waarschijnlijk ontstoken. Ik dacht eerst dat ik een pukkeltje had op mijn waterlijn. Maar mijn docent zei dat dat waarschijnlijk gewoon een ontsteking is. Dus dat is ook natuurlijk hartstikke leuk. Heb ik weer top. Oh, donker opeens. Ik ga mijn camera even uitzetten. Wachten tot Jane er is. En dan zie ik jullie dan. Wat een lekker ding. Oh, how are you, girl? Dag, schatten. Hoi. Gaat ie goed, schat? Ja. Oh, je ruikt lekker. Gaat die vallen? Nee, ja. En jou ja, redelijk heftig hoor, dat die vallen. Ja, ik heb hem ook 20 keer gekeken deze week. Maar ik weet niet, deze auto gaat sowieso aan gaan vallen. Maar ik denk niet dat ik dat kan hoor, zo goed. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik praat niet heel hard, want het is nog best wel vroeg buiten. Het is gewoon nog best wel vroeg en het is donker buiten. Zo. Zoals je ziet namelijk is het best wel blauw. Daarom ook dat blauw licht op mijn gezicht. Mijn oog, ik weet niet of je het kan zien. Maar die is een beetje dik, die is ontstoken. Volgens mij heb ik dat gisteren al verteld. Dus ik doe vandaag even geen mascara op. Ik heb nu alleen mijn wenkbrauwen gedaan. Ik ga even mijn schoenen aantrekken, want ik ga zo meteen naar school toe. Ik doe deze schoenen aan. Mijn groene is een brand. De trui die ik aan heb, die is van de H&M. Als ik een linkje ervan kan vinden, zet ik het wel in de beschrijving. Staat er nou geen linkje in de beschrijving, heb ik hem dus niet kunnen vinden. En gewoon mijn zwarte flare. Dus dat is wat ik vandaag aan heb. En deze oorbelletjes trouwens. Zijn van Lovelings. Het zijn niet de nieuwe die ik heb besteld. Die komen morgen of vandaag binnen als het goed is. En ik zit vandaag tot 4 uur op school. Ik heb echt geen zin in. Of 5 uur. Nou, een van de twee in ieder geval. Ik heb mijn tas ingepakt. Ik heb mijn laptop. Oh, volgens mij filmde ik echt het plafond net. Maar ik heb mijn tas ingepakt. Laptop, boeken. Ja. Kijk, hier is dan weer heel geel licht. En als ik naar mijn raam toe doe, is het licht heel erg blauw. Maar goed, het verhaal. Ik ga hier even neerpakken. Even mijn schoenen aandoen. Mijn schoenen zijn aan. Ik weet nog niet echt welke jas ik hier weer aandoen. Want dit is natuurlijk best wel een lekkere dikke trui. En het liefst doe ik hier dan bij mijn winterjas aan. Maar zo koud is het nou ook weer niet vandaag. Dus eigenlijk doe ik gewoon mijn leren jasje aan. Ik denk dat ik dat ook gewoon ga doen, mijn leren jasje. Hallo, hallo, hallo. Ik ben thuis uit school. Ik ga even mijn jas uitdoen, want ik heb het echt bloed vergeten heet. Echt, het was een beetje zo warm vandaag. Maar deze trui zit zo lekker. Ik heb een aantal pakketjes binnengekregen. Allemaal gewoon zelf gekocht. Dus niet dat jullie denken, oh, krijg ze weer wat. Nee, ik heb het gewoon lekker zelf gekocht. Ik heb namelijk nieuwe zilveren oorbelletjes besteld, zoals ik had verteld volgens mij wel. Van bij Shure. Bij Shure Jewelry of zoiets heet dat. Bij Shure Originals. Ik zal even in de beschrijving zetten waar ik het heb gekocht. Want ik wil natuurlijk weer zilveren sieraadjes. En daarvoor heb ik deze oorbelletjes besteld met een soort kompas eraan. En zilveren ringetjes. Ik vind ze zo leuk. Ik heb nu natuurlijk deze in, die ik vanmorgen al had laten zien. Maar deze vind ik ook echt zo leuk. Even kijken hoe ze open gaan. Oh, zo denk ik. Ja, zo. Klik ze gewoon zo dicht. Echt vet handig. En die lijken me zo leuk. En dan kan ik gewoon een beetje afwisselen tussen deze en deze. Want deze moet ik even in een bakje leggen om ze even schoon te maken. Maar deze is, en dit is echt totaal niet duur. Twee oorbelletjes gewoon voor 15 euro. Want bij My Jewelry koop je ze per stuk. Maar hier koop je ze gewoon per paar. Dat zijn maar 15 euro. Zo leuk vind ik ze. Echt heel blij mee. Dus die ga ik morgen in naar school. Nu heeft het geen zin meer om ze in te doen. Want ik ga ze toch, hoe heet dat? Niet meer weg of zo.
En dan had ik natuurlijk bij de H&M nog twee truien besteld. Ik weet niet of ik dat al had verteld. Volgens mij wel. Maar ik mag van mezelf maar eentje houden. Want ik heb een rode en een lege groene. Ik mag maar eentje houden. Ik heb een schaar gepakt om ze over te maken. En ik had natuurlijk een ontstoken oog. Of althans een beginnend ontstoken oog. En het doet wel minder pijn al, gelukkig. Dus ik ga straks nog even met heet water eroverheen. En vanavond weer. Dan hoop ik dat het snel over is. Want ik wil natuurlijk niet straks in die pizza met een ontstoken oog lopen. Dat vind ik niet gezellig. Oh. Even open knippen. Zo. En hier is de rode. En dan zit in deze de groene. Ik ga ze even eruit halen. Het zijn gewoon echt precies dezelfde truien. En ze zijn maar 15 euro. Cappuccino. Deze. Met een klein kraagje zo. Dus die. En die heb ik dan ook in het rood. Deze. Gewoon precies dezelfde. Dus ik ga ze nu even passen en even kijken welke kleur ik ga houden. Ik vind die rode ook echt... Wat zit... Wat is het nou weer? Een soort zwarte stiksel of zo zit erin. Nou ja. Nou, in ieder geval deze. Ik ga ze even passen. Oké, dit is de rode. Zoals je ziet heeft hij een beetje een kraagje, maar ook niet echt. Hij is best wel een beetje... Nou, niet echt cropped. Hij komt... Mijn navel zit hier. Dus hij komt ongeveer onder mijn navel. Gewoon lange mouwen. En het is wel zeg maar een trui, maar het is geen hele dikke trui. Het is gewoon lekker luchtig. Gewoon bijvoorbeeld van die trui die ik vandaag aan had, krijg je echt bloedvergeten heet. Maar deze vind ik wel leuk. Ik weet alleen niet of ik rood leuk vind in de winter. Oh ja, leuk dit Fleur. Ik weet alleen niet of ik rood leuk vind in de winter, omdat ik in de winter best wel bleek kan worden. Oké, ik ga even die groene passen. Oké, dit is die groene. En ik weet niet echt welke ik leuker vind eigenlijk. Welke kleur... Laat in de reacties achter. Ja, dat ga ik doen. Laat in de reacties achter of je deze groene leuker vindt staan. Of die rode. Want ik weet het zelf eigenlijk niet echt. Ik vind normaal groen altijd heel erg leuk. Maar ik heb natuurlijk nu ook wel een groene winterjas. En normaal vind ik rood ook altijd heel erg leuk. Maar ik weet niet of ik die echt leuk vind voor de winter. Dus laat maar de reacties achter of jullie groen of rood leuker vinden. Of allebei niet. Dat kan natuurlijk ook. Dan surf je allebei lekker terug. Ik ga zo meteen eten. Het is namelijk 17:45. Ik ga nu eten. En, of althans zo meteen eten. En als het goed is komt er... Althans, er zou iemand om 17:00 komen voor mijn iPhone. Om van Marktplaats. Om te komen kijken of die hem wilde kopen. Maar het is nu 17:45. En die ging het nog steeds niet. Dat haat ik altijd zo erg. Kom gewoon je afspraken na. Of zeg dat je niet komt. Want wij zitten nu te wachten. Totdat er iemand komt. Maar misschien komt er wel helemaal niemand. En ik ga donderdag naar de kapper. Oké. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En ik heb nog steeds geen make-up mogen. Mijn oog is nog steeds een beetje geïrriteerd. En ik probeer zeg maar als ik jeuk heb niet met mijn vinger in. Maar gewoon een beetje mijn huis er tegenaan te duwen. Ik heb mijn nieuwe oorbelletjes in. En ik vind het echt heel erg leuk. Maar ik zie nu dat mijn camera bijna leeg is. Maar ik moet vandaag heel veel dag stage lopen in de wellness. Ik ben op school. Volgens mij heb ik dat wel eens al een keer verteld. Je moet er 3 keer een stage hebben gelopen. Ik ben begin oktober al geweest en ik moet nu 10 oktober vandaag weer. Zoals dat je dus ben ik er lekker snel van af. Ik heb gewoon dit zwarte shirtje aan vandaan. Zwarte pantalon vandaan. En ik moet hierover in toch mijn jasje van school doen. Ik moet helemaal het zwart, maar het is er altijd best wel koud. Dus ik dacht, ik doe er lekker lange mouwen onderaan. Dat heb ik ongeveer tot 3:30 tot 4:00 ongeveer. Van 8:30 tot 3:30. En dan daarna ga ik naar huis, me even omkleden. En daarna gaan we met de meiden uit eten gezellig. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Maar zij zijn tot 17:00 op school. En ik vind het chiller om even naar huis te gaan. Want we gaan bij de Gouden Village, Golden Village eten. Dat is een wolk in Wateringen. Dus daar ben ik binnen 5 minuten. Dus ga ik liever gewoon naar huis. Ik blijf er nog een beetje, want het is echt heel erg vroeg. Mijn oortjes slaan nog en zo. Dus dat. Maar ik ga nu naar school toe. Of althans even ontbijten en dan naar school toe. En mijn camera even opladen doen. Anders kan ik hem vanavond niet meenemen. En als het goed is ga ik vanavond ook bij Miu slapen. En morgenochtend naar de kapper. Top. Ik ben thuis uit school. Het is nu pas 3:10. En we mochten gewoon al weg. Want ik moest natuurlijk in die wellness stage lopen vandaag. Het was echt vet gezellig. Was er echt een ander heel erg leuk meisje waar het echt heel erg leuk mee was. Ik ga me alvast even omkleden. Want we gaan straks natuurlijk uit eten. En dit vind ik een beetje... Zonder aan te trekken. Dus ik doe deze trui aan. Deze blauwe. Van de H&M.
met mijn ruitjesbroek, maar die laat ik zo meteen wel zien als ik die aan heb. Daarna ga ik even een thumbnail maken voor een video die morgen online komt. Over, even mijn schoen uit hoor, mijn Unite wardrobe kleding. Als het goed is, staat die al online als jullie deze video zien. Dus ik zal hem even in de beschrijving zetten of aan het einde van de video. Dan kan je doorklikken en hem kijken. Volgens mij heb ik het al zo vaak gezegd, maar ik ben zo blij als ik morgen naar de kapper ga om even die puntjes eraf knippen. Nou, ik weet niet of het zoveel wordt, maar in ieder geval wil ik er wel een stukje van af hebben. Mijn telefoon, het is zo chill. Ik heb best wel veel op mijn telefoon gezeten vandaag. Het is 3:10 en ik heb nog 76%. Weet je hoeveel dat is? Normaal was mijn telefoon nu echt wel op de 30% geweest. Zij is echt top. En wat ik echt heel slecht vind, ja sorry, misschien ben ik dat, maar ik vind dat gewoon heel erg slecht. Ik had vrijdag, zaterdag kreeg ik deze telefoon. Vrijdag dacht ik, oké, ik ga even een beschermplaatje bestellen en een hoesje. Zodat hij gelijk goed beschermt met telefoon. En er stond voor 5 uur 's avonds besteld. Dus 17.00. Volgende dag in huis. Geen werkdagen, niet volgende werkdag in huis. Gewoon volgende dag in huis. Zaterdag telde dus mee. Ik had hem om 10:00 's ochtends besteld. Dus 7 uur voor de eindlimiet, zeg maar. Het is vandaag woensdag en hij is nog steeds niet binnen. En ik heb wel een bericht gekregen van hij is verzonden. Maar hij is gewoon nog steeds niet binnen. Sorry, maar ik vind dat echt slecht. Dat mailtje trouwens, dat hij verzonden is, kreeg ik maandag pas. Terwijl hij al lang zaterdag binnen had moeten zijn. Dus dat vind ik niet leuk. Maar oké. Ik heb nu even dit leenhoesje van mijn moeder. En een glasplaatje hadden we toevallig nog beneden liggen. Dus dat is heel erg chill. Maar stel dat ik dat niet had gehad, zaten er waarschijnlijk allemaal krassen op mijn telefoon. Dus ja, maar goed. Weer genoeg gezeikt. Ik ga me even omkleden. En dan ga ik nog even op mijn laptop Goede Tijden kijken van vandaag. Want die heb ik nog niet gekeken. En ik kan echt niet wachten tot ik er mascara op kan doen. Ik was net de hele tijd aan het zeiken en aan het moppen erom. Maar volgens mij is eindelijk een moesje binnen. Hehe, poepoe. Jeetje. Nou, hier heb ik dus bijna een week moeten wachten. Dit glasplaatje. En gewoon zo'n doorzichtig hoesje. Nou, glasplaatje heb ik er nu al op zitten. Dus deze bewaar ik gewoon als reserve als dat nodig is. Dus die zet ik. Nee, die ga ik niet daarin zetten, want dat is een plek. Doe ik even hier een blaadje. Mijn telefoon pakken. Dan kan ik eindelijk even dat andere hoesje eromheen doen. Dan zie je tenminste ook mooi de achterkant. Dus zo'n bumper shock hoesje of zo heet het. Dat als je hem laat vallen, dat hij heel goed beschermd is. Dus ik hoop het. Nou, kijk, het staat stukken beter dan dit hoesje, toch? Althans, ik vind dat. Want dan zie je nu ook tenminste de achterkant mooi. Nou, deze wil ik even laten zien omdat ik er net over aan het mopperen was. Ik heb het trouwens ook omgekleed, zoals je kunt zien. Deze trui dus. En deze, uit de zon, deze ruitjesbroek van de H&M. En dan doe ik gewoon mijn zwarte Sandra's erbij aan. Maar het is pas 4:30, dus ja. Weet je hoe kapot duur dat is? Dan kan je echt niet betalen in een stukje. Vriendje voor jou speciaal ofzo. Wil je? Nee. Hey. Hallo, hallo, hallo. Het is later dan vanmorgen. Het is namelijk 5:30. En ik heb 2 pakketjes binnengekregen. Als eerst deze. Deze had ik zelf gewoon bij bob.com besteld, want volgende week gaan Zoe en ik en een paar jongens gaan we naar Thuishaven in Amsterdam is dat. Maar we willen heel erg graag van die sterretjes op ons gezicht plakken. Dus die heb ik even besteld bij bol.com. En ik heb van Ideal Sweden. Hebben ze namelijk iets nieuws. Dat is een portemonnee waar ook je telefoon in kan. En die heb ik opgestuurd gekregen van hun. In de beschrijving zal ik even het linkje naar deze portemonnee zetten. En de kortingscode. Want ik heb ook een kortingscode voor jullie. En je kan hem hier zo echt. Ik vind het zo leuk dat lipje dat Zweedse vlag is. Kijk even hoe mooi dit is. Dat doosje ga ik ook sowieso bewaren. Dan heb je hier het zakje. En ik heb de zwarte Suede portemonnee. Dit is wel heel irritant, want ik blijf natuurlijk altijd pluisjes aan zitten. Maar ik vind hem wel heel mooi zo, dat Suede. Als je hem open doet, is die van de binnenkant grijs. En je kan hier dus gewoon je telefoon in doen. Vet handig. En er zit ook dit bij. Een hengsel. Die kan je. Dan ga ik eventjes laten zien. Er. Hier aan vastmaken. Dan kan je hem zeg maar als clutch dragen en zo. Dus die vind ik kapot leuk.
En ik ga even mijn haar doen. Want dat ziet er niet uit. En dan ga ik me even omkleden, gaan we eten. En dan gaan we naar de condoleances van mijn opa. En Miel die moet zo meteen trainen. Die gaat niet mee naar de condoleances, maar die gaat morgen wel mee naar de crematie. Dus die komt na de training komt hier naartoe. Blijft hier slapen, want dat is wel zo makkelijk. Even deze terug in het doosje doen. Dus ik ga me even omkleden. Oh, en mijn video is trouwens online gekomen van mijn United Wardrobe video. En ik heb zoveel volgers erbij gekregen. Dat is echt niet oké. Ik heb nu 1335 volgers, zie je. Dus, volg je me nog niet op United Wardrobe? Ik heet gewoon Fleur Nijbakker. Heel leuk. Ik sta echt vet erg ingezoomd. Kijk maar. Maar oké, ik ga me even omkleden en dan zien jullie mij, denk ik, morgen weer. Ik denk niet dat ik vanavond nog ga filmen. Hoi allemaal, het is vandaag zaterdag. Het is al een aantal dagen later dan de laatste keer dat jullie mij zagen. Ik zie er ook niet echt uit. Ik had gisteravond bij Miel geslapen en ja, ik heb geen make-up op en zo en bla bla bla. Even op ademkamer. Gisteren hadden we de crematie van mijn opa. Vandaar dat ik gisteren eigenlijk niet echt iets gefilmd had. Dat ik niet echt de behoefte aan eigenlijk. En ja, dat was gewoon wel heel erg mooi. Maar sorry, ik mag niet met voor mijn omgaan. Het was wel heel erg mooi, maar ja. Verder wil ik er eigenlijk ook niet echt iets over zeggen of zo. Het was gewoon heel erg mooi met familie en dat was het. Ik heb nog een trui besteld en die is vandaag binnengekomen. Dus die ga ik even openmaken. Hoe heet dat? En jongens, ik ben echt het gelukkigste kind op aarde. Jullie weten, als je me langer volgt of als je me goed kent, dan weet je wel dat ik echt heel erg fan ben van love stories. En gisteren kreeg ik van een super lieve meisje op Insta, ze had een fanaccount of zo, kreeg ik een DM van ja, je wilt toch heel erg graag die kimono love stories. Ja, die love stories kimono. Bij de H&M is die er weer. Dus ik heb hem gisteravond gelijk besteld in een XS. En oh, ik ben zo gelukkig dat hij er weer was. Dus die kan ook elke dag binnenkomen eigenlijk. Ik denk dinsdag pas of zo. Maar ja, dinsdag zit natuurlijk lekker mijn mooie pizza. Ik heb deze trui gewoon zelf besteld bij deze webshop. Want ik hou heel erg van het merkje Gis Louise. En dat verkopen ze daar. En ze hebben daar echt nu een hele leuke trui in die collectie. En ik wilde die trui heel graag hebben. Eigenlijk wilde ik ook al die shirtjes ervan hebben. Maar ja, deze trui was eerst aan de beurt. Oh, hij is kapot leuk. Oh, hij is gelukkig ook niet zo groot. Daar ben ik wel blij mee. Niet zo mega oversized. Maar het is deze, een witte hoodie. En daar staat op Boogie with the Hoodie. En dat was met panzerprint en met rode letters. En ik vind hem echt heel erg leuk. Het is dus van dit webshopje waar ik het heb besteld. Daar bestel ik wel vaker met Gis Louise shirtjes en trui en zo. Ik vind hem echt heel erg leuk. Deze was 95 euro. En 5 euro voor cent kosten. Ik vind dat altijd zo raar. Dan koop je iets van best wel een duurdere prijs. En moet je ook nog verzendkosten gaan betalen. Kijk, stel jij koopt een shirtje van 5 euro. Snap ik dat je verzendkosten ervoor moet vragen. Want dan maak je geen winst. Maar als je al zo'n dure trui verkoopt. Ja, ik heb hem in een maatje 0 trouwens. En want dan krijg ik heel vaak de vraag welke maat ik heb. Maar maat 0 is XS. 1 is S. 2 is M. 3 is L. 4... XL denk ik. Ik weet niet eens of ze een 4 hebben. Volgens mij wel. Maar ik heb dus deze in een maatje 0. Ik vind hem echt heel erg leuk. En ik kan ook echt niet wachten tot mijn kimono van de H&M binnenkomt. Ik moest ook meteen werken van 12 tot 4. Daarna ga ik heel even naar de Ethos en naar de Kruidvat om de laatste dingetjes voor Ibiza te halen. Want we hebben natuurlijk allemaal minis nodig. Ik weet niet of ik vanavond bij Miu ga slapen of niet. Dat zie ik vanavond wel. Morgen overdag ga ik mijn koffer inpakken. Maar ik denk dat ik daar een aparte video over ga maken. En dat die aankomende donderdag online komt. En voor de rest. Ja, morgenavond ga ik bij Jane slapen. Want dat is makkelijker voor als we naar Ibiza gaan. Maar dan ga ik natuurlijk allemaal apart vloggen. Maar goed, ik ga even deze trui ophangen in mijn kast. Oh, ik vind hem echt kapotje leuk. Oké, en ik ga me omkleden. Want het is al 11:15. En ik moet om 11:50 weg. Dus ik zie jullie, denk ik. Hoi allemaal, het is vandaag zondag en ik zie er echt niet uit. Maar het ziet er echt niet uit, maar dat maakt helemaal niks uit.
Ik heb gisteren niet meer gefilmd, maar ik was wel eventjes naar Kruidvat en Ethos gegaan. Om wat dingetjes te halen voor Ibiza, want daar ga ik morgen naartoe. Dus dat wil ik nog eventjes aan jullie laten zien wat ik daar allemaal had gekocht. Als eerst deze olie van L'Oreal. Want mijn haar is natuurlijk geknipt afgelopen donderdag. En ik wilde gewoon even een goede olie hebben om het goed te verzorgen. Dus deze. En L'Oreal is 1 plus 1 gratis. Toch? 1 plus 1, ja. 1 plus 1. Dus ik heb ook deze BB of CC cream gekocht. En dit is een groene. Dus als je deze dan op je gezicht doet, is die groen. Ja? Oké, ik werd even geroepen door mijn vader. Maar dit is dus zo'n CC cream die groen is. En als je hem dan op je gezicht smeert, dan kleurt hij dus naar je eigen huidskleur. Ik ben benieuwd of die dat ook echt doet. Maar ik had het gezien bij Julia van Bergen. En het leek me wel leuk om uit te proberen. En ik haat die verpakkingen dat er nog allemaal plakdingetjes, restjes op blijven zitten. En dan wordt het weer helemaal vies en bleu en blauw. Maar deze was normaal 15 euro en deze normaal 10. Dus samen waren die dus maar 15 euro nu. Dan heb je natuurlijk allemaal minis nodig. Dus ik heb, nou dit is geen mini, maar ik had even een nieuwe dagcreme nodig. Deze gewoon van Kruidvat, die is maar 2 euro. Die is echt top. Dan de minis. Zwitsel. Om je lichaam mee schoon te maken. Ik weet even niet hoe het heet. Mini micellar reinigingswater van Nivea. Een mini tandpasta. Ik had ook nog een mini. Nou, een mini deo, maar die had ik al. Een mini tandenborstel van de Ethos. Ik dacht dat ik meer minis had, joh. Nou, blijkbaar niet. Oké. En dan had ik nog 2 make-upjes gekocht. Als eerst deze poeder van Maybelline. En even een nieuwe mascara, want mijn mascara was bijna op. En eigenlijk gebruik ik nooit echt veel make-up. Ik gebruik altijd alleen maar mascara en ik doe mijn wenkbrauwen. Maar ik dacht, ja, voor het uitgaan en zo vind ik het ook wel leuk om een keertje iets meer make-up op te doen. Dus ja, vandaar dat ik deze heb gekocht. En een poeder, want dat had ik niet. Als ik dat op wilde doen, heel leuk. Maar ik had het niet, dus ik kon dat niet opdoen. Goed verhaal weer. Ik ga nu deze vlog afsluiten. Dan ga ik hem bewerken. Dan ga ik een andere video opnemen. Waarin ik mijn koffer inpak. Die kunnen jullie aanstaande donderdag zien. Dus dat is heel erg leuk. En ja. Ik weet niet of deze weekvlog heel erg leuk is geworden. Of heel erg boeiend. Want ja, ik heb gewoon niet, voor mijn gevoel niet heel erg veel gefilmd. Ik ben ook benieuwd hoe lang die is geworden. Volgens mij is die echt geen 32 minuten geworden. Zoals de rest van mijn weekvlogs. Maar goed, ik hoop dat jullie het wel een hele leuke weekvlog vonden. Ben je nou benieuwd naar de video die ik zo meteen ga opnemen? Donderdag om 4 uur komt die online. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En tot volgende week. Doei doei!